Ramadan is weer begonnen. De maand Ramadan is de maand waarin veel moslims vasten. Maar wat betekent de Ramadan eigenlijk? Ik ben even benieuwd naar wat Bas er eigenlijk over weet. Nou, wat ik weet van de Ramadan is dat het een maand is waarin moslims alleen eten wanneer de zon onder is. Maar volgens mij ook een maand waarin moslims een beetje beter willen leven en meer bezig zijn met goede daden verrichten. Maar Iman, ik weet dat jij ook meedoet met de Ramadan. Wat betekent deze maand voor jou? Nou, de Ramadan betekent eigenlijk heel veel voor mij. Ik sta extra stil bij wat er om me heen gebeurt. Maar ook probeer ik extra tijd te spenderen aan mijn eigen geloof. En natuurlijk heel veel goede daden verrichten. Oké, nou, we zijn benieuwd hoe de jongeren uit Utrecht kijken naar de Ramadan. En wij gaan nu checken. Let's go! Nou, wat weten jullie eigenlijk over de maand Ramadan? Nou ja, je mag helemaal niks eten. Dus een periode dat je niet mag eten. Gewoon vasten, gewoon met mijn vrienden chillen. Als de zon schijnt, dus je mag wel weer eten als de zon onder is. Tussen de zonsondergang en opgang. Ja, zoals ze zegt, je mag helemaal niet eten. Wanneer de zonsondergang is, dan mag je wel weer gaan eten. Je mag ook niet echt drinken volgens mij. En na afloop is er een suikerfeest. Om te vieren dat je helemaal weer bent gereinigd. Jij doet mee aan de Ramadan. Wat betekent de maand Ramadan eigenlijk voor jou? Ja, de maand Ramadan betekent voor mij gewoon dat, dat ik stil bij sta dat het een maand van rust is. Dat je nadenkt over belangrijke dingen natuurlijk, over het geloof. En voor mij is het gewoon zo dat het eigenlijk een hele mooie maand is. Ik vind ook wel iets hebben naast dat het reinigen ook van tegenwoordig blijven maar eten en veel consumeren. Dus ik vind het naast het reinigende aspect vind ik het ook wel iets goeds voor het milieu. Misschien voor de mensen die het minder breed hebben. Nou, heel knap. Nou, ik zou dat denk ik niet kunnen eigenlijk. Dus. Ja, mijn maag zou heel erg gaan knorren, denk ik. Ik weet niet hoe het is, maar ja, het lijkt me zwaar eigenlijk. Wat krijg jij meestal om je heen te horen van niet-moslims op het moment dat je zegt dat jij aan het vasten bent? Heel vaak krijg ik de vraag zo van, is het moeilijk, mag je water drinken en al dat soort dingen. Maar ja, ik geef gewoon normaal antwoord. Ik zeg gewoon, ja, dit is dat, dat is dat. Volgens mij mag je niks eten. Wel wat drinken, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus misschien, ik weet wel dat er ook nog een keer met Egypte tijdens het WK of zo was er ook gedoe. Want de Ramadan viel toen tijdens het WK. Ja. Ja, en als je dan zoveel moet sporten, dan moet je ook wel drinken, anders is het niet goed voor je. Dus ja. Ik weet dat daar misschien wat uitzonderingen zijn gemaakt, maar over het algemeen niet, volgens mij. En kennen jullie ook een aantal mensen die meedoen aan de maand Ramadan? Ja, mensen uit onze klas ook en uit mijn oude klas, dus ja. Ja, vriendinnen van ons. In ons voetbalteam hebben mensen die de Ramadan doen en die mogen dan niet eten en zo en dan kunnen die ook minder voetballen omdat ze moe zijn tijdens het voetbal. En wil jij ook nog iets meegeven aan de mensen die deze maand mee gaan doen aan de Ramadan? Ja, gewoon lekker meedoen, gewoon je ding doen. Gewoon genieten van de maand Ramadan, want je weet maar nooit of je de volgende Ramadan meedoet natuurlijk. De dag hierna is niet beloofd. Ik wens jullie allemaal veel succes. En ja, hopelijk gaan we het allemaal maken. Ja.